Gemeente De Bilt vindt het belangrijk dat alle bewoners meedenken over de inrichting van de ruimte, zoals nieuwe energie en woningbouw. Maar die zogeheten participatie heeft volgens raadslid Jette Muizon van Beter De Bilt wel meer centrale sturing nodig. Wat voor ons belangrijk is rondom participatie, is dat men dat heel allereerst als je een participatietraject start, dat je duidelijk maakt aan de inwoners waar zij over mee kunnen participeren. Gaat dat over een hele woonwijk of gaat het over de kleur van de voordeur? Dus het betekent, je stelt de bewoners een hele gerichte vraag, met daarbij de spelregels waarbinnen die vraag beantwoord moet worden. Bijvoorbeeld een budget of een locatie of noem maar op. Ik denk dat die twee heel cruciaal zijn. A, de spelregels. B, binnen welke spelregels kunnen jullie opereren? Maar dat Maasdijk een vitale kern moet zijn, is denk ik wel legitiem. Als je ook kijkt naar het winkelcentrum waar we hier staan bijvoorbeeld. En hoe hou je dat vitaal? Nou, dat is een interessant vraagstuk. Betekent dat het nu niet vitaal is? Uit de samenleving komen de berichten dat de kern niet vitaal blijft, laat ik het zo zeggen. En kijk, hoe zou dat komen? Doordat mensen te moeilijk aan bijvoorbeeld een woning kunnen komen. Laat ik wel vooropstellen dat daar ook de meningen verdeeld over zijn. Hè? Door het participatieproces rondom woningbouw wat er nu ontstaat, zie je dat er verschillende groepen bewoners opstaan met elkaar. En met plannen en ideeën komen. En waarvan de ene kant zegt de kern, daar moeten woningen bij, et cetera. Dat is belangrijk, want de kern blijft niet vitaal. Zijn er andere bewonersgroepen die zeggen, nou, volgens mij is onze kern prima vitaal. En is dat niet essentieel? Zonder regie vanuit de gemeente dreigen bewonersgroepen tegenover elkaar te komen staan. Denk dat dat voornamelijk komt doordat door het participatieproces wat er nu vanuit de gemeente loopt, met de vraag, zeggen jullie maar waar de woningen gebouwd moeten worden, creëer je denk ik dat bewonersgroepen tegenover elkaar komen te staan. En ik denk dat dat een onwenselijke situatie is. Nou, de vraag die is nu heel open gesteld. Hè? Hier is de kaart van de gemeente De Bilt. Wijst u maar aan waar u denkt dat er woningen gebouwd kunnen worden. Dus, dat zijn wel hele open spelregels. Laten we het dan daarop houden. Nou ja, dat is nu waar we het resultaat van zien, is dat er heel veel bewonersgroepen, wat ik heel positief vind, hè, inbreng leveren. Maar niet alle bewonersgroepen blijkbaar het lukt om de handen ineen te slaan. En dat vind ik persoonlijk zelf heel jammer. Dat, hè, op het moment dat je een locatie hebt waar je uitspreekt in je visie dat je daar woningen wil bouwen, maar je doet het niet, dat is voor onze inwoners is dat onbegrijpelijk. En dat snap ik, dat dat onbegrijpelijk is. Arie van der Vlies, bedenker van het inrichtingsplan Maartensdijk Vitaal, zou het liefst samen optrekken met andere bewonerspartijen, zoals het comité Maartensdijk Zuid. Ik ben een geboren en getogen Maartensdijker. Ik woon met mijn gezin nog steeds in Maartensdijk en ben actief in verschillende gremia in Maartensdijk. Waaronder kerkelijk jeugdwerk en bij een basisschool. Oké. Ik zeg u woont in Maartensdijk en u blijft ook in Maartensdijk wonen. Ik zou zeker graag in Maartensdijk willen blijven wonen, ja. En uw kinderen? Ja, die zijn nog te jong om daarover een gedachte te hebben. We moeten kijken hoe het allemaal gaat lopen met de kinderen. Maar ik zou het heel fijn vinden als zij in de buurt bleven van Maartensdijk. Wat maakt Maartensdijk zo fijn om te wonen? Maartensdijk is een rustig dorp. Maartensdijk is een groen dorp. Polder, bos, twee steden in de buurt. Het is eigenlijk een hele perfecte ligging. Ik kan goed naar de school, ik kan goed naar de kerk. Een goed verenigingsleven, dus kan niet beter. Als er gebouwd moet worden, en wij vinden dat er gebouwd moet worden, waar ga je dan bouwen? Dan ga je natuurlijk eerst kijken van wat is het makkelijkste, het mooiste. Dat is binnen de rode contouren, de lijn om Maartensdijk heen. Maar zoveel ruimte is er niet in Maartensdijk. Dus daarom is het ook goed, wat ons betreft, om ook te kijken of we buiten de rode contouren kunnen gaan bouwen. Daar krijgt u de handen niet overal van op elkaar? Er zijn meningen over verdeeld en dat is ook logisch. Hè? Want als je aan de rand van een dorp woont, dan is het logisch dat je je uitzicht in vrijheid wil behouden. Maar aan de andere kant, we hebben wel te maken met een dorp wat we vitaal willen houden. Waar we winkels willen houden, waar we de huisartsenpraktijk willen houden, de verenigingen willen laten bloeien. Dus dan moet er wel wat gebeuren. Er zijn andere verenigingen of mensen die andere adviezen hebben ingediend. En inderdaad, die zitten vooral op het idee van bouwen binnen de rode contouren. Maar voor ons is dat niet per se nodig. Als het kan wel, prima. Dan zit het bij hun ook best, naar ons idee, goede ideeën bij.
Maar als dat niet genoeg is, dan vinden wij dat je het ook vooral wel buiten de rode contouren moet gaan kijken. Maar het zou natuurlijk heel mooi zijn als er vanuit Maartensdijk zelf iets ontstond. Als mensen in Maartensdijk elkaar konden vinden om met elkaar om tafel te gaan. En wat mij betreft is dat prima natuurlijk. En Maartensdijk vitaal, hè, de mensen die erachter staan. En alle mensen die ons steun betuigen. Ik weet zeker, het is natuurlijk het mooiste om als dorp een bepaalde visie te hebben op woningbouw. Ja. Ja, de afsluitende opmerking onderstreep ik toch ons advies richting de gemeente. Bouw in Maartensdijk. Durf toch misschien een beetje out of the box te denken. Dus niet zozeer alles binnen de contouren, niet Maartensdijk dicht bouwen. Niet hier, we staan hier naast Dijkstraat, daar een paar verdiepingen bovenop, zodat de omwonenden daar tegenop gaan zitten kijken. Dat komt tot een gezamenlijk iets, maar betrek wel iedereen objectief erbij.